Hans, kun je ons vertellen wat jullie als gravenruiters hier op dit perceel allemaal doen en wat jouw functie hier is? Wat we hier doen, in de eerste plaats zijn we hier vooral voor mensen, zowel jongeren als ouderen, die verstandelijke en lichamelijke beperkingen hebben. Daar geven we les aan. Dat is eigenlijk het eerste wat we doen. En wat hebben jullie hier zoal? Wat we hier hebben zijn 10 paarden die daarvoor ingezet worden. En een hele hoop vrijwilligers die deze organisatie draaien. Het is eigenlijk vrij uniek dat wij een organisatie zijn die gedraaid worden door vrijwilligers. We hebben 3 betaalde krachten. Dat zijn de instructeurs, want die moeten heel goed weten wat ze met zo'n paard kunnen. En gediplomeerd zijn. En hoe zijn jullie, zijn jullie dagelijks open? Op wat voor tijden? En ja, hoe kunnen mensen zich aanmelden en hoe komen ze hier? Ja, de lessen zijn doorgaans in de namiddag tot in het begin van de avond. En vooral op de zaterdagmorgen dan komen hier mensen met behoorlijk zware beperkingen. En dan zijn er ook meiden van een meidengroep die we hebben. Voor die meidengroep overigens krijgen we een subsidie van de gemeente. En dat zijn meiden met een rugzakje van diverse oorsprong. Die dan ook les krijgen en op de zaterdagmorgen komen helpen assisteren. Want dan moet je je voorstellen dat er mensen op een paard zitten. Die balans is niet helemaal goed. Dus dan moet er links meestal nog eentje met het paard meelopen. En als er tegen zit, rechts ook nog eentje meelopen. Dat vergt dus heel wat mensen die op zo'n zaterdagmorgen actief zijn. Peter van Heteren, jij staat hier ook bij de gravenruiters. En ik heb begrepen dat jij een bestuurslid bent hier. En de gravenruiters hebben al heel lang heel veel verschillende, min of meer, hokken. En willen dolgraag een nieuw onderkomen. En dat gaat door. Kun jij daar iets meer over zeggen? Nou, met heel veel plezier en met trots kunnen we vertellen inderdaad dat de gemeenteraad nog niet zo lang geleden unaniem heeft besloten om het bestemmingsplan aan te passen op de grond waar we nu naar kijken achter mij. Zodat we daar nieuwbouw mogen plegen. Zodat inderdaad de hokken, zoals jij ze noemt, vervangen kunnen worden door een mooie nieuwbouw die weer zo onafhankelijk is. Zodat we met al onze vrijwilligers en al onze deelnemers en onze paarden iets moois kunnen doen. Heb je al enig idee wanneer ze daarmee gaan beginnen? En helemaal wanneer het klaar is? Ja, je stelt 2 vragen waar ik heel lastig een goed antwoord op heb. 1 ding weet ik zeker, het bestemmingsplan is onherroepelijk en dat was voor ons heel belangrijk. Want hier achter mij kijken we naar een van de groene longen van de gemeente Almelo. En dat is grond waar je niet direct in mag bouwen. Maar wij mogen dat binnenkort wel. En dat betekent dat we op dit moment drukdoende zijn om onze bouwaanvraag aan te vragen. En dat betekent dus dat je met je vrijwilligers en met je gebruikers van dat pand kijkt naar wat heb je nou precies nodig. Hoe ziet die passende jas voor die organisatie eruit? Nou, dat gaan we met elkaar nu vervolmaken en dan gaan we een bouwaanvraag doen. En zo gauw die procedure is afgewikkeld, ja, dan gaat die eerste paal in de grond. En ik kan je beloven dat je erbij mag zijn.